Hey Rob, superleuk dat je in Oostenrijk bent, hier in Wenen. Ja, kom maar opzoeken, superleuk. Ja. Ja, ik ga je natuurlijk alle highlights laten zien. Hier is het grote reusrad, meer dan 100 jaar oud. Ja, dat zal het dan wel. Maar weet je, ik kan hoger springen dan jij. Kijk maar. Wat? Nou ja, springen. Dat is toch een vaardigheid? We hebben het toch over vaardigheden? Ja. En dit is slot Schönbrunn. Het zomerpaleis van de keizerlijke familie. Ja, dat kan wel zijn, maar ik kan met één hand klappen. Kijk maar. En dit hier is een oude kilometerslange weg, ooit gebouwd door de keizer. Super gaaf. Oh, wat gaaf. Ja. Dat betekent dat we kunnen testen wie er harder kan rennen. Mijn vaardigheid is dat ik sneller kan rennen dan jij. Weet ik zeker. Kom zie. Hop. Hop. En dit hier is een grote draaiende wereldbol bij het proletarium van Wenen. Ik denk dat ik mijn adem langer in kan houden dan jij. Komt ie. Rob, doe dat nou niet. Wat ben je hier aan het doen? Nou, we hebben het toch over vaardigheden in deze lessenserie. Er zijn al vaardigheden die ik laat zien. Dus ik laat het alleen maar zien. We hebben het over filosofische vaardigheden in deze lessenserie, Rob. Filosofische vaardigheden. Dit is niet filosofisch wat jij doet. Wat zijn dan filosofische vaardigheden? Goed dat je het vraagt. Hoi, welkom bij de QI School, welkom bij Filosofie en welkom bij de eerste les binnen de module over filosofische vaardigheden. Maar wat zijn nou eigenlijk filosofische vaardigheden? Nou, vaardigheden zijn natuurlijk dingen die je kunt. Zoals de handstand of snel typen. Of met één hand berichten typen op je telefoon, dat soort zaken. Ja, maar wij gaan het hebben over filosofische vaardigheden. Dus de vaardigheden die we aanleren zijn filosofisch van aard. In deze les zullen we je kort bijbrengen welke vaardigheden dat zijn en waarom juist die filosofisch van aard zijn. Precies. Nou zou je kunnen afvragen, vaardigheden, ja, die moet je toch aanleren met oefening en zo. Nou, hoe kun je daar nou een serie aan videolessen over maken? En daar zou je gelijk in hebben. We kunnen je geen specifieke vaardigheden aanleren door er simpelweg over te praten. In deze serie en videoles zullen we dan ook de specifieke filosofische vaardigheden introduceren, aanleren, maar ook vooral voordoen. En daar hoort natuurlijk wel bij dat jij ze dan ook gaat oefenen. Ja, stel je voor dat je gaat skiën. Nou, we zijn immers in Oostenrijk. Dan kun je wel video's kijken op YouTube, maar dan leer je het alsnog niet echt. Pas door het te oefenen leer je echt te skiën. Gebruik deze serie video's dus eigenlijk ook als instructievideo's. Hè? Wij laten je zien waar je op moet letten, maar daarna moet je dus echt wel zelf oefenen. We zullen zo'n 12 lessen aan de filosofische vaardigheden besteden. En je kijkt nu les 1, de inleiding. Het grootste deel van deze serie, lessen 2 tot en met 9, die zullen gaan over de 4 kernvaardigheden die door het college voor toetsen en examens zijn aangeduid als de grote filosofische vaardigheden. Dus dingen als begrijpen, analyseren, creëren en kritiseren. Maar ook het filosofisch onderzoek is belangrijk. Daar wijden we les 10 aan. Les 11 gaat dan over wat je eigenlijk met al die filosofische vaardigheden kunt. Hè? Waarom zijn die filosofische vaardigheden zo belangrijk voor bijvoorbeeld je studie of je baan daarna? En de laatste les van deze module zal je helpen om je voor te bereiden op de filosofische toetsen en examens, waaronder het eindexamen. Maar eerst, wat houden die filosofische vaardigheden nou eigenlijk in en wat is er precies filosofisch aan? Laten we die twee begrippen eerst uit elkaar halen. Wat zijn vaardigheden? Vaardigheden zijn natuurlijk dingen die je goed kunt. Het is een vorm van kennis die je moet oefenen voordat je kunt zeggen dat je het bezit. Dus kunnen fietsen is een voorbeeld van een vaardigheid. Maar voordat je kunt fietsen moet je natuurlijk flink oefenen. Kenmerkend aan vaardigheden is dus dat je ze moet oefenen voordat je ze bezit. En dus ook dat je niet moet opgeven als het een keer misgaat. En het gaat een keertje mis. Meerdere keren mis. Maar dat hoort bij een vaardigheid. Nou, als je een vaardigheid eenmaal bezit, dan moet je blijven oefenen. Het is net als een sport. Een professionele voetballer die bezit natuurlijk altijd al de vaardigheid om goed te kunnen voetballen. Maar als hij of zij niet blijft oefenen, ja, dan gaat de vaardigheid achteruit. Vaardigheden hebben ook alles te maken met het vormen van goede gewoonten. Goede gewoonten. Goede gewoonten. Nou, die leren we je in deze videoles aan. We leren je dus een aantal goede filosofische gewoonten aan. Maar je wordt er alleen maar goed in. Je maakt jullie vaardigheden pas eigen wanneer je ze inbouwt in je dagelijkse leven. Als je al één of meerdere van onze series en videolessen hebt bekeken, dan weet je dat we vaak proberen om de werkelijkheid van een afstandje te bekijken. We stellen geen vragen over de wereld om ons heen, maar over hoe we de wereld zien. We vragen niet af wat waar is,
maar wat waarheid is. Dat is filosofie. We nemen een stapje terug om zo tot een groter inzicht te komen. En dat stapje terugnemen, dat is een goede samenvatting van alle vaardigheden die we je in deze lessenserie zullen aanleren. We noemen dat ook wel perspectivistische lenigheid, omdat je eigenlijk switcht. Je switcht heel lenig van het ene perspectief naar de andere. Je springt van het ene perspectief naar de andere. Mijn favoriete benaming is professionele schizofrenie. Je leert in de filosofie om twee tegengestelde standpunten allebei voor waar te houden en ze dan op hun waarde te beoordelen. Je leert deze vaardigheden uiteraard in je filosofielessen door om te gaan met filosofie teksten, door debatten te voeren en door je mening te vormen en door essays te schrijven. Maar het helpt ook als iemand je laat zien hoe dit alles moet. En daar zijn wij voor. Ja. Door deze 12 lessen heen geven we je dus ook tips over hoe je die filosofische vaardigheden aanleert en hoe je ze in de praktijk brengt. Deze lessen zullen misschien niet de meest sprankelende, meest flitsende lessen zijn met de meest wereldschokkende inzichten. Ja. Maar ze zijn wel echt de moeite waard. Nou, precies. Dus in plaats van te leren wat filosofen hebben gezegd over bepaalde dingen, zoals we in andere lessen hebben gezegd, leren we je in deze lessenserie hoe je zelf moet filosoferen. En dat is toch eigenlijk wel waar het allemaal om draait. Klopt. Oké, dan. Nog even snel. Waarom zou je deze serie moeten kijken? Wat heb je aan die filosofische vaardigheden? Oké, om maar met het vanzelfsprekende te beginnen. Als je wilt slagen voor je eindexamen filosofie, of dat nou een HAVO 5 of VWO 6 is, ja, dan heb je die vaardigheden nodig. Je moet argumenten kunnen analyseren. Je moet zelf een beargumenteerd standpunt kunnen innemen en een evaluatie kunnen maken van verschillende filosofische standpunten. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat je met filosofische vaardigheden nog een boel meer kunt. Zo zul je anderen kunnen overtuigen van jouw gelijk. Of nog belangrijker, je zult in staat zijn om de overtuigingstrucs van anderen te herkennen. Dus, wil je naar het ene feestje, maar je ouders werken niet mee? We leren je trucs aan om een overtuigend betoog neer te zetten. Willen politici je overtuigen van hun gelijk? We leren je technieken aan om hun argumenten op waarde te beoordelen. Je zult ook leren hier hoe je die tegenovergestelde standpunten en argumenten allemaal tegelijkertijd voor waar kunt houden. Dat is die professionele schizofrenie waar we het net over hadden. En dat kweekt inzicht en begrip en daarmee ook inzicht en begrip voor mensen die buiten jouw bubbel zitten. En door andere mensen beter te begrijpen, zul je veel minder snel grijpen naar middelen als geweld of intimidatie om je gelijk te krijgen. Nou, dus met andere woorden, het zorgt ervoor dat je een beter mens wordt. Oh, interessant. Oké. Ja, dus eigenlijk met elke leerling die we bereiken, komen we dus een stapje dichter bij de wereldvrede. Wanneer krijgen we nou die Nobelprijs voor de vrede, Rob? Als Paas en Pinkster op één dag vallen, ben ik bang. Okay. Ja. Een andere reden om filosofische vaardigheden aan te leren is dat ze je helpen bij het doen van onderzoek. Niet alleen zul je dat moeten doen binnen het vak filosofie, maar ook bij andere schoolvakken of het profielwerkstuk. Ja. En later ook in je vervolgstudie of in je baan. Nou, ik heb natuurlijk zelf filosofie gestudeerd. Ik ben docent filosofie en ik moet zeggen, natuurlijk, ik maak nog steeds elke dag gebruik van mijn filosofische vaardigheden. Maar ook al doe je helemaal niks met filosofie in je latere leven, de vaardigheden die je aanleert, bijvoorbeeld om problemen in stukjes te hakken en in te zien hoe andere mensen op hun ideeën komen, die vaardigheden, ja, die besparen je later zoveel hoofdpijn en ruzies en conflicten en zo. Laten we de vier grote filosofische vaardigheden eens in iets meer detail bekijken. Nou, het college voor toetsing en examens heeft de volgende vier vaardigheden onderscheiden. De grote filosofische vaardigheden. Dat zijn begrijpen, analyseren, creëren en kritiseren. Elk van die vaardigheden heeft weer een aantal subvaardigheden onder zich die we in de aparte videolessen gaan bespreken. Je ziet de vaardigheden hier op het scherm met daarachter de beschrijving van het college voor toetsing en examens. De vaardigheid begrijpen dus gaat over het reproduceren van kennis, maar ook over het herkennen van standpunten in een filosofische tekst. We zullen in lessen 2 en 3 gaan bespreken hoe je dan het beste zo'n filosofische tekst kunt aanpakken. We bekijken daarbij het verschil tussen globaal lezen en grondig lezen of fast reading en slow reading en we leveren strategieën aan om het beste een tekst te kunnen verwerken. Analyseren volgt uit begrijpen. Zodra je een tekst begrijpt, kan je hem ook uitpluizen. Daarbij zullen we letten op de geldigheid van argumenten. In lessen 4 en 5 zullen we bespreken wat een redenering geldig maakt en wat de beste manier is om de argumenten uit een tekst of een gesprek te analyseren.
De derde vaardigheid is creëren. We creëren, dus we maken iets nieuws met behulp van creatief denken. Denk aan het leggen van nieuwe verbanden ofzo. Of het koppelen van bekende filosofen aan een nieuw voorbeeld. We zullen in lessen 6 en 7 ook ingaan op het creëren van argumenten voor een debat. De vierde en de laatste vaardigheid is kritiseren. Dit is het kritisch denken dat we meestal met filosofen associëren. Het is evaluatief denken. We evalueren argumenten en standpunten. Dit is ook waar we meerdere standpunten tegelijkertijd voor waar houden, om ze vervolgens met elkaar te vergelijken en ze op waarde te kunnen beoordelen. Nu zou je kunnen zeggen, ja Hoeind, dat klinkt bekend. Hè? Begrijpend lezen, argumenten onderscheiden, argumenten beoordelen, dat leer ik allemaal al bij het vak Nederlands. En ja, daar heb je wel enigszins een punt. Maar de typisch filosofische vaardigheden, ja, die hebben inderdaad een overlap met het vak Nederlands. Maar toch zijn die typisch filosofische vaardigheden anders dan de vaardigheden die je aanleert bij Nederlands. Ja, je zou dus kunnen zeggen dat de vaardigheden binnen de filosofie voortbouwen op de vaardigheden die je bij Nederlandse lessen leert. Ja. Ja. Dus waar je bij het Nederlands leert om de hoofdgedachte van een tekst aan te geven, dan leer je bij filosofie om de hoofdgedachte te koppelen aan de standpunten van de filosoof. Of om de hoofdgedachte te plaatsen binnen een filosofische traditie. Nou, we hebben de filosofische vaardigheden maar eens naast de officiële syllabus van het vak Nederlands gelegd. En je ziet hier die overlap op het scherm. Het is belangrijk om in de gaten te houden dat ze die vaardigheden dat ze weliswaar overlappen, maar dat ze niet hetzelfde zijn. De filosofische vaardigheid begrijpen, bijvoorbeeld, houdt meer in dan alleen het kunnen aangeven van een hoofdgedachte of het kunnen trekken van een conclusie ofzo. En andersom geldt het ook, wat wij behandelen bij filosofie is anders dan wat je behandelt bij Nederlands. Maar uiteraard is er wel een overlap. Ja, sommige zaken die we gaan behandelen zullen je dus enigszins bekend voorkomen. Je bent gewaarschuwd. Naast de vier centrale filosofische vaardigheden willen we je in deze lesserie ook nog wegwijs maken in drie andere vaardigheden. Die eveneens van belang zijn voor filosofie en voor de rest van je schoolcarrière en ook daarna. Ja, in les 10 zullen we bespreken hoe een filosofisch onderzoek eruit ziet. Hoe vind je eigenlijk informatie voor een filosofisch werkstuk? Hoe bereid je voor een profielwerkstuk binnen filosofie? Nou, dan les 11. De titel van les 11 is oriëntatie op studie en beroep. En we zullen die les gaan wijden aan de grote vraag, wat kun je nou eigenlijk met filosofie? En waar zijn al die vaardigheden goed voor? Hoe gebruik je de filosofische vaardigheden in een baan of in een studie? Dat soort zaken. En we hebben het natuurlijk al kort aangestipt. Filosofische vaardigheden zijn onmisbaar in deze samenleving. Dingen van verschillende kanten kunnen bekijken en zo. Maar die vaardigheden hebben ook een hele praktische waarde in een vervolgstudie of in een baan. Sterker nog, als je filosofische vaardigheden bezit, zoals dat van dingen van verschillende kanten kunnen bekijken, dan heb je al snel een streepje voor op anderen. En we zullen dat gaan bespreken in les 11. En les 12 is een afsluitende les waarin we dieper ingaan op een vaak miskende vaardigheid. Het voorbereiden op toetsen. Hoe leer je nou het beste voor een filosofietoets? Wat is de beste manier om te leren voor het centraal examen? En hoe zorg je ervoor dat jouw antwoord alle aspecten van de examenvraag beantwoordt? Al met al hopen we je natuurlijk in deze 12 lessen het filosoferen aan te leren. Maar dat kunnen we niet alleen. Aristoteles zei het al, de grote filosoof Aristoteles, het filosoferen is een vaardigheid die niet zomaar is aan te leren. Daar is oefening voor nodig. En die oefening vindt plaats natuurlijk in je filosofielessen met je eigen filosofiedocent of thuis wanneer je zit te worstelen met een filosofische tekst. En die worsteling, dat is het punt. Ga die worsteling niet uit de weg. Die worsteling is juist belangrijk. Ervaar die worsteling. Het zal moeilijk zijn om zo'n tekst te doorgronden, maar ja, dat is juist het punt. Ga die uitdaging aan. Zoek de moeilijkheid op. Omarm de worsteling, want dan wordt het uiteindelijk zoveel makkelijker. Maar was dat het nou? Voor deze les? Ja, voor deze les was dat het. Les 1 is achter de rug, nog 11 te gaan. Nou, het is eigenlijk wel leuk om weer videolessen met jou op te nemen. Ja, en ook dankjewel dat je daarvoor helemaal naar Oostenrijk bent gekomen, want ja, daar woon ik en je bent ook hier. Dat is heel gaaf. Ja, ik vind het nog steeds gek dat jij in Wenen woont, hoor. Het is zo'n eind weg. Wat is er mis met Nederland? Nou ja, kijk, mijn vrouw woont hier in Oostenrijk. En ik dus ook. Oké, vooruit. Ja. Maar ik woon in Nederland. Ja, hey. Over Nederland gesproken, moet jij niet onderhand je vlucht gaan halen? Is het niet tijd? Mijn vlucht halen? Ja. Ik ben de tijd vergeten. Goeie. Hey.
Je zei toch dat je zo snel kon rennen, hè? Ik ga er vandoor. Heus. Doei.